Dus je hebt net een fragment gezien over, pastor, ben je naam vergeten? Pastor... Een pastoor in Zimbabwe, denk ik. Ja, een pastoor in Zimbabwe. En daarachter. En in zuidelijk Afrika. Ja. En hij wordt geïnterviewd door Stephen Fry. Stephen Fry is een documentairemaker. En een comedian, een acteur. Comedian, amateur, atheïst en ook homoseksueel. Homoseksueel, ja. En ook homoseksueel. En Stephen Fry vraagt aan dominee van waarom dat hij zo geobsedeerd is door homoseksualiteit. Want de dominee ziet alleen maar de seksuele kant van liefde. Alleen maar de penetratie. En Stephen Fry probeert aan het domino uit te leggen van homoseksuelen hebben echt geen. Het gaat niet om seksuele. Het seksuele, het gaat ook over liefde. Maar de dominee begrijpt niet hoe een man een andere man kan houden. Van kan houden. Ja. En dus dat fragment komt eigenlijk uit een heel lange reeks. Ja. Waarbij dat Stephen Fry, dus die man in kwestie, fantastische acteur, comedian, die eigenlijk verschillende landen bezoekt, waar hij het gevoel had dat hij heel, het gevoel of waar dat ook een feit is, verschillende landen met een heel strenge wetgeving tegen. Anti-homoseksuele wetten. In Rusland bijvoorbeeld. In een Arabisch land, ik weet niet precies welk land. Ja. En je voelt heel fel dat alles gaat over religie. Ja. Dat die mensen die anti-homo's zijn, dat ze heel vaak vanuit een religieuze point of view alles benaderen, waardoor dat je geen gesprek kan hebben. Ja, maar hij zegt ook dat het ook vaak een macho probleem is. Ja. Dat het vaak mannen zijn die... dat het vaak mannen zijn die willen aantonen dat ze sterk zijn. Dat ze sterk zijn.